In deze video gaan we kijken naar beleggen met geleend geld en dan specifiek naar de studiefinanciering. Want als je kort kijkt is het een interessante optie, want je ziet ten eerste een lage rente, bij de studiefinanciering zelfs 0,00% op dit moment. En je kunt toch een hoog rendement behalen wanneer je bijvoorbeeld in aandelen investeert of dat soort dingen. In deze video wil ik je uitleggen waarom het ten eerste interessant lijkt, maar uiteindelijk toch niet slim is, volgens mijn mening, om op deze manier te beginnen met investeren of deze belegging te doen. Nou, dat leg ik dus uit in deze video, dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus zijn dat onderwerpen die je leuk vindt waar je meer over wilt zien, abonneer je dan hier in het hoekje op het kanaal, dan mis je nooit meer een video. Maar in deze video gaan we dus kijken naar beleggen en dan specifiek naar beleggen met geleend geld en dan wederom daar weer specifiek en eigenlijk studiefinanciering. Want zoals gezegd al in de intro, het is een best interessante optie als je er snel naar kijkt. Je weet dat je gemiddeld 7% rendement kunt maken met aandelen of indexfondsen. En je weet ook dat je geld kunt lenen bij de overheid als je student bent tegen 0% rente op dit moment. Dus als je die twee naast elkaar legt, dan lijkt het een interessante optie. Nou, waarom lijkt het zo interessant? Dan even specifiek kijken naar die studiefinanciering, oftewel eigenlijk de aanvullende beurs. Want ten eerste zullen we zien dat we met het nieuwe leningstelsel eigenlijk terug kunnen betalen in 35 jaar. Dus je hebt 35 jaar de tijd om je geleende bedrag terug te betalen. En op dit moment staat de rente zoals gezegd op 0,00%. En dit staat eigenlijk vast voor de komende 5 jaar. Om de zoveel jaar past de rente zijn eigen aan. Zoals gezegd, dan gaan we eigenlijk specifiek kijken naar de aanvullende beurs. Want dit is zeg maar het geld dat je nog extra kunt lenen bovenop je studiefinanciering. Nou, meestal heb je toch wel geld nodig om je studie te betalen. Dus laten we in dit geval alleen kijken naar die aanvullende beurs. En dan gaan we uit van een hbo-studie in dit geval. Dan kun je €396 per maand extra bijlenen. Nou, dat keer 12 is zeg maar €4750 per maand. Nou, je mag maximaal 4 jaar tijdens je studie dus aanvullende beurs ontvangen. Dus uiteindelijk kun je op deze manier €19.000 eigenlijk extra geld lenen. Nou, kijken we naar deze €19.000 die we gedurende de eerste 4 jaar al direct gaan investeren. En hierbij gaan we weer uit van de standaard dingen waar ik telkens in video's van uitga. Dat ten eerste dus een looptijd. Nou, die is ten eerste 4 jaar en uiteindelijk 41 jaar. Want dat komt omdat je 35 jaar tijd hebt om terug te betalen. Je hebt nog 2 jaar de tijd om het een tussenstap tussen je studie en het beginnen met terugbetalen. En tijdens je studie heb je nog 4 jaar, dus in totaal heb je 41 jaar. Na 41 jaar vanaf dit moment moet het zijn terugbetaald. En het rendement is zoals we zeggen gemiddeld 7%, dat is gewoon de historische beurs. Ik zal op dit moment nog even geen rekening houden met inflatie, omdat dat een iets meer variabel is en de laatste tijd elk jaar lager wordt. Dus dat is al een beetje moeilijk. En ook geen rekening houden met vermogensheffing. Dat zijn dingen die je eventueel in je eigen berekening mee kunt nemen. Aan de ene kant is de inflatie al een beetje verrekend, omdat je vaak zult zien dat je meer dan 7% gemiddeld kunt maken. Het ligt eraan een beetje welke beurs je kiest. En ook met de belastingtarieven wordt nog steeds veel gedaan die waarschijnlijk nog zullen veranderen de komende tijd. En echt meer dan 1% belasting betalen over je vermogen doe je toch pas van eigenlijk meer dan 1 miljoen. Dus dat nemen we even niet mee in deze berekening. Maar voeren we deze gegevens dan in, wederom via berekenhet.nl, dan zul je zien dat je, tijdens die eerste 4 jaar dat je maandelijks geld ontvangt, dus je vermogen ziet stijgen naar €21.890. En dit is dus zoals gezegd, eigenlijk leen je €19.000 en je eindigt bijna met 22. Dus daar maak ik al de eerste tijdens je studie al €3.000 rendement. Maar laten we dit geld dus na je studie staan en doen we daarna dan geen maandelijkse bijdrage meer bij. Dus we in het begin hadden we die €400 in de maand gedurende die eerste 4 jaar. Nou, daarna dus 37 jaar lang, 35 jaar lang dat je terug moet betalen, 2 jaar tussentijd. Dus gedurende 37 jaar laten we het gewoon staan, laten we het groeien. Maar we doen niet maandelijks geld bijstorten. Dan groeit het uiteindelijk na 41 jaar vanaf dit moment dus naar €267.557. En dat is best wel een groot bedrag, meer dan €250.000 op deze manier. En eigenlijk kun je zeggen, zoals gezegd, het is een lage rente, een hoog rendement. Dus het is een zeer interessante optie en misschien wel met laag risico om op deze manier te starten met beleggen. Om toch een mooi vermogen op te bouwen op de lange termijn. Maar zoals gezegd is dit niet de manier
manier waarop ik zou aanraden om te beginnen met beleggen. Ik heb enkele punten opgeschreven die we in deze video gaan behandelen. Want zoals gezegd, het ziet er heel interessant uit. Maar ik denk dat er toch een paar punten zijn waardoor je moet nagaan denken van, is dit wel de beste optie om op deze manier te beginnen? En het eerste punt is dat je eigenlijk al de grootste fout maakt voor particuliere beleggers. En dat is dat je met geleend geld gaat beleggen. Want eigenlijk een ongeschreven gouden regel binnen het beleggen voor particulieren in ieder geval is dat je nooit gaat beleggen met geleend geld, maar alleen met geld dat je kunt missen. Want het is natuurlijk zo dat de beurs fluctueert. Het kan zomaar zijn dat je belegging ook minder waard wordt. En aangezien je, als je met geleend geld begint, dan heb je eigenlijk een betalingsverplichting. Nou, dan wil je zorgen dat het vermogen altijd groeit. En het zou zomaar kunnen zijn dat je vermogen eigenlijk daalt. En dat je dus eigenlijk meer geld moet terugbetalen dan dat je op dat moment dus hebt. En dat is dan ook de reden dat ik altijd zeg van, voordat je begint met beleggen, zorg dat je een buffer opbouwt. Zorg eerst dat er genoeg geld op je lopende rekening staat om in ieder geval een maand vooruit te kunnen. Bouw daarnaast een buffer op van 3 tot 6 maanden aan onkosten. Zodat als er iets gebeurt, je niet je beleggingen tegen verlies hoeft te verkopen. Maar dat je eerst nog 6 maanden vooruit kunt voordat je iets moet doen en dus de juiste beslissingen kunt nemen. Want op de korte termijn zie je ooit dat de beurs de helft verliest van zijn waarde gedurende een jaar wanneer er een crisis aantreedt. Dus hou daar rekening mee. Dus stel, je stopt er heel veel geld in, maar je hebt een korte horizon om vooruit te kijken. Dan kan het zomaar zijn dus dat het net dat jaar de crisis komt en de helft van je waarde verliest. Of in het ergste geval doe je specifieke bedrijven die misschien uiteindelijk wel failliet gaan, of uiteindelijk dus je hele vermogen ziet verdampen eigenlijk, dat er geen geld meer is in je vermogen, in je beleggingsvermogen. En dan zit je nog steeds met een betalingsverplichting, want je hebt geld geleend. Dus zij verwachten elke maand geld terug. Nou, dat vermogen is er niet meer, dus je moet op andere manieren geld binnen zien te halen om dus aan je, eigenlijk je lening af te betalen van geld wat je al niet meer hebt. Dus dat is heel erg ongemakkelijk, zeker wanneer je het 35 jaar lang moet doen. En daarom is dit eigenlijk al meteen een fundamentele fout als je op deze manier zou beginnen. Omdat je moet ervan uitgaan dat alles verkeerd kan gaan. En dan zit je dus 35 of 40 jaar vast aan deze betalingsverplichting van een grote fout die je dus nu hebt gemaakt bijvoorbeeld. Maar het is ook niet de manier om te beginnen. Doe het altijd met geld dat je kunt missen, waar het eventueel, misschien stop je er 10.000 euro in, raak je het kwijt. Maar dan weet je in ieder geval dat je gewoon door kunt leven. Dat je je vaste lasten kunt betalen. Dat je het misschien de volgende keer beter kan doen. Van dat je vanuit daar kan opbouwen. Dingen kunt leren. Maar wanneer je op deze manier begint met geleend geld, maak je misschien in de toekomst ook wel andere fouten. Omdat je denkt van, dit is makkelijk, het gaat goed. Waardoor je misschien wel op andere manieren meer geld gaat lenen. Waardoor het uiteindelijk later wel een keer fout kan gaan. En dan gaat het ook goed fout. Dus dat is eigenlijk het eerste punt. En het tweede punt hangt daar een beetje mee samen. Want je gaat misschien fouten maken en dus meer risico nemen. Want je zou onbewust kunnen denken dat je op deze manier eigenlijk gratis geld krijgt. Ten eerste hoef je er niks voor te doen. Het geld wordt gewoon op je rekening gestort omdat je student bent. En je kunt op deze manier een mooi rendement maken. Dus je hebt er niet voor hoeven werken. Je weet niet de waarde van dit geld. Wanneer je 400 euro in de maand telkens een uurloon hebt van 10 euro, dan weet je dat je er 40 uur voor hebt moeten werken. Dus de hele week heb je hard gewerkt voor dit geld. Dan ga je er misschien wat verantwoordelijker mee om. En we weten eigenlijk allemaal dat je het beste kunt investeren in indexfondsen. Daar heb je lage kosten, een laag risico en toch een goed rendement. Want meestal, de meeste mensen verslaan de markt niet eens. En op deze manier kun je eigenlijk gewoon de markt volgen. Dus dat is een goede investering. Maar misschien ga je andere keuzes maken. Leid je daar een verlies op? Wil je dat weer terugverdienen? Dus ga je meer risico nemen, waardoor het misschien nog fouter kan gaan. Maar misschien dat je ook wel gewoon eigenlijk al de kennis hebt en je weet dat indexfondsen het beste zijn. Net zoals ik dat ook weet. Maar toch doe ik vaak de losse aandelen kiezen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Visa, Apple, Facebook, maar ook Tesla. Dus alhoewel ik weet dat het de markt verslaan eigenlijk heel moeilijk is, kies ik er toch voor om dat losse aandeel te kopen. En juist aandelen van losse specifieke bedrijven zorgen vaak voor een groter risico. Ook een groter rendement als het goed gaat, maar een groter risico waar het op mis kan gaan. Dus eigenlijk, ook al weten we dat we het beste indexfondsen kunnen doen, zul je toch vaak zien dat je op een of andere manier het meer een beetje wil opmixen, iets interessanter wil maken. Want indexfondsen zijn heel passief, daar hoef je niet naar te kijken. Maar vaak wil je eigenlijk met bepaalde bedrijven bezighouden, meer risico nemen. Maar daar kan het dus op misgaan. En zoals gezegd wil je misschien die verliezen juist compenseren door meer risico te nemen. En dan is het geen verstandige optie. Maar stel dat alles goed gaat, dat je alleen in indexfondsen doet, dat je een mooi rendement maakt, dan heeft het nog steeds een impact op je toekomst. Dit komt ten eerste door de BKR-registratie. Hierin wordt eigenlijk al je schulden geregistreerd. En op dit moment staat daar de studieschuld nog niet bij, maar ze willen dit wel doen dat het in de toekomst erbij komt te staan. Dus dan staat die schuld geregistreerd, waardoor je bijvoorbeeld op de lange termijn, wanneer je een huis wilt kopen, minder hypotheek kunt krijgen. Kijken we hier even naar een voorbeeld, dan pakken we die 19.000 euro waar we mee begonnen in deze video. Dan zul je zien dat dat uiteindelijk
ongeveer 25.000 euro minder kunt lenen hierdoor. Want ze gaan uit van een betalingsverplichting van 90 euro in de maand hierdoor. En juist omdat je dus maandelijks geld apart moet leggen om je studieschuld af te betalen, heb je minder geld over om een hypotheek te krijgen. En daardoor zorgt het dus voor dat je 25.000 euro minder hypotheek kunt krijgen. Wat hier ook belangrijk bij is dat het originele bedrag telt. Dus die 19.000 euro in het begin. Dus ook al doe je gedurende de jaren los je maandelijks zeg maar 100 euro af, altijd zal die 19.000 euro bij BKR geregistreerd blijven staan tot het moment dat het helemaal af is betaald en dan verdwijnt die schuld bij het BKR. Dus dit zorgt ervoor wanneer je telkens maandelijks netjes je schuld afbetaalt met die 100 euro in de maand, dat je na 20 jaar nog steeds voor 19.000 euro bekend bent bij het BKR en dan heeft het nog steeds dezelfde impact terwijl je al de helft van je schuld hebt afgelost. Dus eigenlijk zorgt het ervoor dat je gedurende die hele looptijd van 35 tot 40 jaar wel altijd met die originele schuld achter je aan blijft lopen, tot op het moment dat je het helemaal hebt afgelost. Nou kun je dus op dit moment nog kiezen, omdat het nog niet geregistreerd wordt bij BKR, om het te verzwijgen wanneer je een hypotheekaanvraag doet. Maar dan zul je zien dat wanneer je nationale hypotheekgarantie hebt en dus je eigen beetje indekt tegen waardevermindering, wanneer je bijvoorbeeld verplicht moet verkopen van je huis, dat wanneer ze later achterkomen dat je toch een studieschuld had, dat ze dan in één keer de schuld van je huis niet meer betalen. En dan blijf je dus eigenlijk met alleen grotere schulden achter. Dus verzwijgen is op dit moment zeker geen slimme optie en in de toekomst waarschijnlijk dus ook onmogelijk, omdat het dan wel bij het BKR geregistreerd staat. En zo zie je maar dus ook al wanneer alles goed gaat, blijft het dus toch deze studieschuld je de komende 40 jaar achtervolgen. En ik denk juist dat voor veel mensen, in ieder geval voor mij het geval, je eigenlijk liefst je maandlasten zo laag mogelijk wilt houden. Dus zo min mogelijk betalingsverplichting, dus ook een studieschuld is een betalingsverplichting. Maar dat je dus later meer vrijheid hebt, dus wanneer je bijvoorbeeld geen kinderen hebt, kun je meer geld gaan beleggen. Wanneer je later dus andere betalingsverplichtingen krijgt, bijvoorbeeld omdat je kinderen hebt, meer onkosten maakt, dan heb je de keuze dus om geld op een andere manier te doen. Maar wanneer je dus een schuld hebt, heb je die keuze niet. Je moet maandelijks dit geld betalen. Dus je hebt een stuk minder vrijheid. Dus ik denk ook dat dat een belangrijk punt is. Dat je liefst geen betalingsverplichtingen aangaat. En dat je dus eigenlijk je baas over je eigen geld bent. En kunt kiezen welke manieren je het geld uitgeeft. Als laatste wil ik dan nog gaan kijken naar wat er gebeurt als je een paar jaar later begint. Dus wanneer je klaar bent met je studie. Heb je dan misschien een goede of betere start zelfs? Dan zijn een paar punten die opvallen. En ten eerste is dat natuurlijk gedurende die jaren je meer kennis kunt vergaren, dus je bent beter voorbereid om te gaan beleggen. Je kunt misschien een plan maken, je kunt berekeningen maken, je kunt je toekomst nog een beetje inplannen, want zoals gezegd zul je als student vaak nog geen maandelijkse verplichtingen hebben. Dus je bent nog steeds meer baas over je eigen geld, zeg maar, omdat je kunt kiezen wat je met je geld gaat doen. Zoals eerder gezegd, na de hand als je betalingsverplichting hebt, wordt een groot gedeelte wordt eigenlijk al bepaald voor jou wat er met je geld gaat gebeuren elke maand. En misschien kun je zelfs wel tijdens je studie klein beginnen. Dus in plaats van met honderden euro's in de maand, begin je misschien met 25 of 50 euro in de maand. Doe je een bepaalde strategie, kijk wat daar de effecten van zijn, hoe je eigen daar ook bij voelt, want dat is ook een belangrijk punt. Je kunt wel aandelen loskopen, maar als je dan heel gevoelig bent voor het nieuws, voor negatieve trends wanneer je verlies maakt, dat je daar niet mee om kunt gaan, want dat zou ook nog kunnen zijn dat je echt op de korte termijn kijkt en niet op de lange termijn, dat je dan in één keer dus gaat verliezen gaat nemen. Nou, dan kun je dat beter doen met een paar tientjes of in de maand dan wanneer je honderden euro's in de maand doet. Dus daar leer je vaak nog heel veel van. En in het begin van de video hadden we als voorbeeld die 400 euro aanvullende beurs in de maand. Maar wat nou als je deze 400 euro na je studie verdient, overhoudt elke maand omdat je een baan hebt en geen betalingsverplichting. Dus je kunt kiezen om op dat moment 400 euro te gaan beleggen elke maand. En kijken we dan naar diezelfde berekening, alleen doen we nou dus een iets kortere looptijd, dan zul je zien dat je met 4 jaar minder nog altijd een vermogen van rond de 200.000 euro kunt opbouwen. En je moet rekening mee houden dat je eigenlijk 25.000 euro extra hypotheek kunt krijgen. Dus misschien kun je wel een iets duurder huis kopen. Daar op de lange termijn wordt dat huis ook meer waard. Betaal je daar, los je daarin af en daar zit ook een stukje vermogen in. Dus alhoewel het eerste opzicht lijkt zeg maar 70.000 euro verschil, een groot gedeelte daarvan kun je weer een beetje opvangen met bijvoorbeeld een eigen huis. Dus dan valt het op zich nog wel mee. Zeker wanneer je dus eigenlijk op een betere manier kunt beginnen. Je kunt een betere start maken met meer kennis. Je kunt wat dingen uitproberen. En later kun je dus voor zorgen dat je maandelijks bijvoorbeeld 400 euro in gaat leggen. Of misschien doe je wat minder, maar voor een langere tijd dan 4 jaar. Of elke maand de rest van je leven. Dat zijn allemaal keuzes die je kunt maken. Die kun je nu ook berekenen. Daar heb je nu de tijd waarschijnlijk voor. En zorg dat je dat doet, zodat je de beste start hebt voor je toekomst. En dat waren eigenlijk de punten waarom ik het in ieder geval niet aan zou raden. Nou, ten eerste is dat omdat je eigenlijk op een foute manier begint. Je gaat geld lenen om te beleggen, terwijl je weet dat het product ook in waarde kan afnemen. Dat je dan
misschien nog wel 30, 40 jaar lang met een betalingsverplichting blijft zitten. Het tweede punt was dat je misschien wel waarde verliest omdat je fouten hebt gemaakt. Die fouten wil je compenseren. Je gaat misschien meer risico nemen. Gaat op de korte termijn goed. Maar misschien op de lange termijn wordt je verlies alleen maar groter. We zagen in punt 3 ook de impact voor wanneer het wel goed gaat. Dat je dan gedurende 35 tot 40 jaar nog steeds geconfronteerd wordt met deze studieschuld. Bijvoorbeeld bij een BKR-registratie. Wanneer je een huis, een hypotheek gaat afsluiten. Dan blijft steeds die studieschuld voor de rest van je leven, eigenlijk tot aan je pensioen, vaak nog naar boven komen. En we zagen in het laatste punt dat het verschil op zich wel meevalt, denk ik. Wanneer je later begint, dus wanneer je na je studie begint en dus zonder geld te lenen. Ik denk dat dat dus ook de beste keuze is, dat je misschien wel iets minder vermogen opbouwt op die manier. Maar wel geen betalingsverplichting hebt, je hebt meer vrijheid. En daarmee wil ik deze video afsluiten. Vond je nou een leuke video, geef even een duimpje omhoog. Vond je het wat minder, geef even een duimpje omlaag. Maar laat in ieder geval weten onder deze video wat je goed of minder goed vond, zodat ik dat mee kan nemen in de volgende video. Heb je nog vragen of opmerkingen, laat die ook onder deze video achter, want deze video is eigenlijk ook ontstaan vanuit een reactie op een andere video. Dus dat onderwerp heb ik naar voren gehaald. En dan, misschien heb jij wel een goed onderwerp en behandel ik dat binnenkort. Dus laat dat weten onder deze video. Onder deze video vind je ook veel informatie en links waar je meer informatie kunt vinden of goede producten om te beginnen met beleggen. Dus kijk vooral onder deze video in de tekst. En ben je nog geen lid van dit kanaal, maar je zit nog wel steeds te kijken, dan is het waarschijnlijk dus een interessante video. Zoals gezegd maak ik elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus wil je daar meer over zien, abonneer je dan hier op het kanaal. Dan mis je nooit meer een video. En dan zie ik je graag in de volgende video weer terug.